Oké. Momenteel zit ik met een gigantisch probleem. Wat is? Ik heb ooit 14 bloks terug heb ik iets beloofd. Namelijk dat ik 30 subscribers zou halen. Dat ik dan de uitdaging zou doen. Dus gek zou gaan doen. En nou ja, ik heb er maar van gemaakt dat jullie moeten maar gaan bedenken wat ik moet gaan doen. Ik heb een afspraak gemaakt. Dat is, ja, ik kan er wel nee zeggen. Je kunt zeggen, ja, ga naakt op straat dansen. Maar dat doe ik niet. Dat ga ik niet doen. En dit is dan de schuld van Kruk. Jouw schuld, Kruk. In ieder geval, hij is degene die mij als 30ste heeft gesubscribed. Dus allemaal zijn schuld. Jouw schuld. Waarom? Had nog niks gedaan. Maar ik heb een uitweg gevonden. De uitweg is heel simpel. Ik heb nog wel 30 subscribers. Maar ik had het op dat moment dat ik die video maakte over actieve subscribers. En ik weet zeker dat ik maar 3 actieve subscribers heb. Dus ik heb nog wel 27 subscribers extra nodig. Voor mij ga ik echt niet onderuit komen. Weet je wat? Bedenk iets. Bedenk iets wat ik moet doen. Dat ik het. Geef me een keer een idee waarvoor ik weer eens zo moet uitleven in plaats van hier in mijn kamer zitten en een beetje video's maken. Geef me reden. Dan moet ik nog een Engelse versie gaan maken. Ja. Ik heb de afspraak in het Engels gemaakt, maar ja. Ik kom, jongen. Tel subscribers. Ik pak je nog wel terug. Ha, Kruk. Ik heb een keer een naam neer die normaal geen uitspreken of zo, weet je. Ha, Kruk. Misschien heet hij Hans. Hans? Als je nu zit te kijken, is jouw schuld. Pak je nog wel terug. Of vind je die Henk? Harry? Of Hubert? Hendrik? Misschien heeft hij geen naam. Misschien heeft hij zichzelf gewoon aangenoemd. Misschien een nicknaam. Ga je dat ook? Misschien heet hij wel Hans. Maar heet hij, of ja, Hans Junior. Want hij is natuurlijk. Of hij is natuurlijk senior. Het kan natuurlijk ook dat hij nu al kinderen heeft. Maar dat weet ik niet. Dat neem ik aan van niet. Omdat hij eigenlijk nooit over gepraat heeft. Het is nutloos.